ben vandaag de bezorgchef. Ja, hier is het. Oh, hoppakee. Let's go. Hallo. Hallo. Ik ben de bezorgchef en ik kom niet alleen de bezorging brengen, maar ook nog eens voor je koken. Wat gek. Ik ben in het prachtige Dordrecht bij de familie Pinas. De familie kookt en eet heel vaak bij opa. Nou heb ik toevallig heel veel boodschappen bij me. Wordt een dolle boel. Hallo. Hey. Ik ben Moenier. Hey. Jullie hebben boodschappen besteld en jullie krijgen mij erbij. Oh, dank u wel. Ja? Nou, zal eens even kijken wat je mee hebt genomen. Ja, alles wat je besteld hebt, plus nog een beetje extra natuurlijk. Kijk eens, dan heb ik ook twee hele mooie schorten. En voor jou en... En voor jou. Voor mij. Jij gaat toch meekoken? Ja. Kook je vaak? Ja, elke dag. Oh, of ja, maar dat is alleen maar omdat het moet. Omdat de kinderen moeten eten. Ik hoop dat je vandaag wel heel veel plezier krijgt samen met mij te koken. Ja, ik heb er heel veel zin in. Zal ik jou verklappen wat we gaan maken? Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan pide maken. Pide? Pide is Turks. Ja. Op een Turkse soort pizza lijkt het wel. Heerlijk. Ik heb hier al deeg. Dan hebben we eigenlijk 3 setjes van handjes nodig die gaan kneden. Wie wil te gaan mee helpen pizza maken? Ik ga mee. Niet allemaal tegelijk. Ja, ik heb maar eentje. Wij zijn er klaar voor. Kijk, dan zet ik hier alvast neer. Kan hier alvast iemand zitten. En nog eentje. Wat je makkelijk kan doen is even met jouw knokkels. Juist. Mooi, zo gaat het. Dus die uien heel glazig zijn, echt zo'n beetje doorzichtig. Ja. Doe de spinazie erbij. Wat eet jij het liefst? Pizza. Pizza echt? Ja. Oh, dus jij bent wel blij met de pide vandaag? Ja. Oh, dat is makkelijk. En dan hier de paprika bij. Een beetje knoflook erbij. En dan mag jij 1 feta kaas hier inbrokkelen. Zo klein mogelijk. Dit is 1 pizza ongeveer. En dan mag je het gaan vormen. Dat je een beetje ovaal maakt. Hoeft niet helemaal perfect. En dan een klein beetje olie. Daaroverheen? Ja. En dan mooi maken met garnalen en met zalm. Kijk, even wachten. Nee, schat, dat is niet om te eten. Dan mag deze in de oven. 1, 2. Wat een teamwork. Mag deze in de oven. Top. Opa, hoe vindt u dit nou? Dat iedereen aan het koken is voor u? Hij ziet lekker uit. Mooi, dan doen we die ook in de oven dadelijk. Hey jongens, ik zie dat mijn werk erop zit. We hebben er 3 in de oven zitten. Ja. Iedereen weet wat hij moet doen. En ik zie al dat er speciale pizza's naar voren komen. Speciale pides. Hele gezonde. Dus mijn werk zit erop. Ja. Bedankt voor jullie gastvrijheid. Jij ook. Dat je hier mocht zijn. En misschien tot de volgende. Wie weet. Kijk, volgende week weer naar de bezorgchef. Het ST aan de slag in Tilburg.